Marion van Bussel, fijn dat we over de lijst kunnen praten. Gefeliciteerd dat hij er weer is. Dankjewel. Dat is toch weer een heel jaar hard werken geweest. Ja, zeker. En anders in coronatijd. Zeker anders. Ja, ja. Vertel eens hoe anders was het de afgelopen jaar? We hebben elkaar maar één keer gezien. En vroeger was het zo gezellig. Er kwam altijd een van ons met een rolkoffer met boeken. En die gingen we allemaal in graaien, maar dat was er allemaal niet bij. Dus het moest allemaal digitaal. En tegenwoordig is het zo, de uitgevers sturen meteen 2 boeken naar de eerste en de tweede lezer. Dus we doen het werken eigenlijk thuis. En dan per mail en af en toe dus een digitale vergadering bespreken we wat we gaan doen. Ja. Maar het was gewoon minder gezellig, maar het is best te doen. Ja, maar het is weer voorbij. Jullie kunnen nu weer bij elkaar komen. We gaan nu aanstaande woensdag, als tenminste we allemaal gezond blijven, dan komen we bij elkaar. En dan beginnen we vast over de lijst van volgend jaar. Ja. Want dit is nou klaar. Oh ja. Want het zijn er 15 titels geworden? Het zijn 15 boeken, iets minder dan we gewend zijn. Maar we hadden een jaar met wisselingen, hè. Er zijn een paar mensen uitgegaan. En bovendien redeneerden wij, het was coronajaar, het jaar daarvoor. Dus heel veel boeken van die lijst zijn gewoon niet gebruikt. En dat is jammer, dus de mensen kunnen ook nog best de lijst van vorig jaar raadplegen. Daar staat ook een heleboel leuke boeken op. Ja. Maar 15 is nog binnen de norm, dus we hebben er voldoende. Voldoende op, vinden wij zelf. Ja, want vertel eens, hoe gaat dat nou, zo'n lijst samenstellen? Lees je dan 15 boeken in totaal? Of? Nou, was het maar waar. Ja. We kijken eerst op basis van recensies, wat zou eventueel een geschikt boek zijn? Nou, als we denken dat dat zo is, dan vragen we dat aan bij de uitgever. De uitgevers die sturen eigenlijk altijd, we hebben zelden dat iemand weigert, bijna altijd boeken. Dan gaan er 2 mensen per boek mee aan de slag. Ja, en dan is het heel regelmatig zo dat ze denken, nee, dit kan echt niet. Het is veel te feitelijk of veel te geleerd of totaal niet geschikt voor discussie, een soort handboek. Ja, en dan beginnen we weer overnieuw. Dus ik denk dat we wel het dubbele aantal boeken lezen van wat er uiteindelijk op tafel. Dus het is best wel veel werk. Ja, dus je leest boeken voor niets, zo voelt voor dat niets, dan. Ja. Ja, ja. En dan lees ik het niet helemaal uit, hoor. Dan denk ik al halverwege, nou ja, dit gaat het niet worden. En dan overleg ik met de andere, de eerste of de tweede lezer. En als hij hetzelfde vindt en als we aarzelen, dan gooien we het in de groep. En als we het allebei vinden, dan zeggen we in de groep van, nou ja, hier gaan we niet aan beginnen. Kan je dat van tevoren soms al overzien? Dat je denkt, oh, nou, dat vragen we niet aan. Dat vragen we het al niet aan. Als we denken, nou, het aarzelen, laten we het maar niet doen. Want we willen die uitgevers natuurlijk ook niet steeds voor het hoofd stoten. Nee. We geven wel beargumenteerd een mailtje waarom we iets niet gekozen hebben. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk niet vaak zoiets flikken. Want daar worden we niet populair voor. Nee. Kan een aantal pagina's van tevoren al de doorslag geven? Ja, nou, we hadden altijd een strenge norm. Niet duurder dan €40 en niet meer dan 600 bladzijden. Nou, die €40 die houden we eigenlijk aan, want we vinden dat toch wel een grens. En helaas is de trend, je ziet het dit jaar nog niet zo, maar het komend jaar wel. De trend is dikker. De boeken worden allemaal 600 bladzijden, 700 bladzijden. Willem de Zwijger ook weer 700 bladzijden. Ik heb bedacht, die kun je best op je lijst zetten en dan doe je er 2 keer over. Dat is natuurlijk, als je denkt van nou, dit is te veel voor 1 keer, dan doe je er gewoon 2 keer over. Want het zijn vaak zulke goede boeken. Ja, die willen we dan toch niet overslaan. Dus dat geeft dan toch uiteindelijk de doorslag. Want ik zie er één liggen, die is vast meer dan 700. Het is eigenlijk mijn lieveling, Erasmus. En het is dan zo'n grappig voorbeeld dat we zeiden, 700 bladzijden, nee, dat gaan we niet doen. En Erasmus, ja, de meeste mensen, Erasmus, ja, wie is dat? Nou, dat gaan we niet doen. Maar toen hadden we de Libris Geschiedenisprijs gewonnen. En toen kreeg ik allemaal vragen van mensen, oh, dat zetten jullie zeker wel op de lijst. Toen zei ik, nou oké, okay, dan zal ik het wel doen, zei ik. Ik denk, wat een opoffering. Het was een geweldig boek. Ik heb echt zelden zo genoten van een boek. Het is heel goed geschreven. Het is onderhoudend. Erasmus, ja, die zit tussen 2 tijdvakken. Hè? Tussen de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Maar zeg maar dat hij eigenlijk lekker in de vroegmoderne tijd. Hij zou zelf beledigd zijn als ik hem aan de middeleeuwen zou koppelen. En dat maakt het vreselijk interessant. Dus alles wat modern is. De verandering in de godsdienst, de reformatie, de boekdrukkunst. De verandering in het onderwijs. Ja, hij was er allemaal middenin. Dus het was totaal geen straf om het te doen. Integendeel, dit zou echt mijn eerste aanrader zijn van zet dit op de lijst. Laat je niet afschrikken door die 700 bladzijden. Het is een geweldig. Heerlijk, ja. Nou, ga maar even door, want je hebt een aantal boeken meegenomen. Misschien wil je ze koppelen aan tijdsperiode. Tijd, ja, we proberen het in te delen in tijdvakken. We zijn gewoon afhankelijk van het aanbod. En dit jaar hebben we
voor het eerst geloof ik geen boek over de Tweede Wereldoorlog. Nee, dus. Nee, het is... Toch weer twee boeken over de Tweede Wereldoorlog. Maar niet zo heel direct, niet echt over de oorlog zelf. Nee. We hebben één boek dat beslaat de hele periode. Was ook weer zo'n twijfelgeval, De Lage Landen. Daarin worden België en Nederland vergeleken. Het is nogal een lastig boek, dus... we hebben er twee boekjes bij gezet, maar het is een boek wat geweldig veel discussie zal geven. Dus we hebben het er toch op gezet. Nou, ik heb het zelf niet gelezen, ik kan er weinig over zeggen. Wat ik wel gelezen heb, dat zijn de boeken van de oudheid. Hè? We hebben er twee, dat is voor oudheid, voor ons doen best wel veel. Deze is van Augustus tot Constantijn. De Romeinse geschiedenis in 10 keizersportretten. Dat is heel aardig. Er is momenteel ook een tentoonstelling in Leiden over Domitianus. Daar raad ik zeer aan om daar naartoe te gaan. Hij wordt niet behandeld, maar zijn naam komt er wel in vorm. Hij is niet een van de 10 die genoemd worden. Best een leuk boek. En als je geïnteresseerd bent in de oudheid, zou ik zeggen, doen. De tweede over de oudheid, die vond ik zelf heel erg aardig. Dat is dit boek, Verborgen levens, publieke figuren. Heeft net de Homerusprijs gekregen. Trouwens, Erasmus heeft de Libris Geschiedenisprijs. En dit dan de Homerusprijs gekregen. Dat is een heel ander soort prijs. Het gaat over Romeinse vrouwen buiten Rome. De meeste boeken gaan namelijk over Rome zelf. Maar het Romeinse Rijk is natuurlijk heel uitgebreid. Dus het gaat over vrouwen in Spanje, in Frankrijk, Italië, weet ik het. Zeg maar dat enorme Romeinse Rijk. En het aardige is, daar zijn dus heel weinig geschreven bronnen van. Maar de schrijfster heeft, zij is hoogleraar oude geschiedenis, die heeft zich geworpen op alle inscripties. Er zijn nog wel allemaal inscripties over. Okay. Want de Romein, niet alleen vrouwen, maar ook mannen, die wilde graag zijn nagedachtenis veiligstellen. Die zette standbeelden neer, gebouwen, tempels. En er stond een inscriptie wat zo'n vrouw dan betekend had. En wat heel opzienbarend eigenlijk is hoe ongelooflijk zelfstandig die vrouwen waren in die tijd. Dat is later heel wat minder geworden. Yeah. Ze waren heel zelfstandig. Het was zelfs zo dat Augustus had ingesteld, als je 3 kinderen had, dan hoefde je geen voogd meer te hebben. Want anders moest je als vrouw altijd een voogd hebben. Ja. Maar je moet niet denken, oh god, het is een boek voor vrouwen. Dat lees ik niet als man. Het is een ontzettend leuk boek. Ik zal even refereren aan mijn man. Die heeft het ook gelezen. En die leest vaak met mij mee. En die vond het een erg interessant boek. Het gaat ook over Rome, de Romeinse samenleving zelf. Dus niet alleen de vrouwen uiteraard. Ja. Ook over de rest. Dan hebben we de vroegmoderne tijd. Dan hebben we daarin 4 biografieën. Veel, vind ik, maar wel erg leuk. Ik ben zelf dol op biografieën. De eerste gaat over Christiaan Huygens. Dat is een man van astronomie en de optica. Ik dacht, oh god, dat is weer zo'n boek voor beta's. Maar nee, de maker van de leeswijze zei, het is voor iedereen interessant. Okay. Dus ook een aanrader. Het tweede boek, de tweede biografie, gaat over Karel V. Ja, dat is een echte Geoffrey Parker. Die schrijft dikke boeken, is ook een flink boek. We hebben ook een boek jaren geleden gedaan over Philips II. Boek over de Habsburgers. Ja, als je echt iets over die periode wil weten, dan is het wel interessant. De maker van de leeswijze was er wel over te spreken. Dat heb ik dus niet gedaan. Wat hadden we? Oh, nee, dit was een erg leuk boek. Dat is ook een biografie, maar zo'n biografie over iemand waar niemand ooit van gehoord heeft. Ja. De lijfarts van de koning. En de koning, dat is in dit geval Willem I. En deze meneer, Frans Jozef Harbauer, is eigenlijk een Fransman. Hij is geboren in Frankrijk, gevlucht vanwege de Franse revolutie naar Duitsland. Daar een tijd gewoond. Daar heeft hij ook Willem I, die toen nog niet Willem I was, leren kennen. En later in Nederland terechtgekomen, waar hij lijfarts was van zeg maar Willem I en de koninklijke familie. En ook voor de Nederlandse gezondheidszorg nog belangrijk is geweest. Het leuke van zo'n boek is, ik vind biografieën van onbekende mensen vaak erg aardig. Je maakt zo'n hele periode mee. Hè? De Franse revolutie, de Napoleontische tijd. En dan in Nederland weer koning Willem I. Je reist als het ware door heel Europa. En bovendien is deze man ook nog spion geweest. Dus dat is natuurlijk ook wel erg grappig. Het is leuk geïllustreerd, stikt van de plaatjes. Dus vind ik ook echt wel een aanrader. Dat waren de 4 biografieën. En dan hebben we 2 boeken. Die gaan allebei over slavernij.
de slavernij is natuurlijk vreselijk in. Ja. Het ene boek gaat over één slavenopstand. Dat heet Bloed in de rivier van Marjoleine Karsen. Eén slavenopstand in Berbice. Het is een Nederlandse kolonie geweest in 1763. En dit boek gaat heel breed over het Nederlandse slavernijverleden. En het heet niet voor niets Historische Inzichten en het Debat Nu. Ja. Want hij legt ook uit, hij heeft zijn hele leven aan de Universiteit van Leiden gewerkt, Henk den Heijer, hoogleraar. En heeft zich altijd bezig gehouden met de transatlantische slavenhandel, hè, dus naar zeg maar Suriname toe, vanuit Afrika. En hij zegt, ja, er is eigenlijk een debat ontstaan. Er was eerst totaal geen aandacht voor het hele onderwerp slavernij, maar met de komst van de Surinamers in Nederland in de jaren 70 is dat veranderd. Er is heel veel onderzoek naar gedaan, steeds meer en nog steeds. Maar de laatste, laten we zeggen, 10, 20 jaar is het debat enorm gepolariseerd. Je hebt degene die zeggen, oh ja, die slavenhandel, oh ja, we zijn er helemaal niet zo rijk van geworden. En een andere groep die zegt, nou, het Nederlands racisme is direct terug te voeren op slavernij. Nou, die twee partijen die zijn elkaar nog steeds ontzettend aan het verketteren. Daar is inmiddels de Zwarte Piet-discussie bijgekomen. Nou, het is volkomen. Ja, mijn man heeft ook mensen in zijn tuin, geloof ik, gehad. Echt mensen die oh, ja, heel erg persoonlijk, emotioneel daarbij betrokken zijn. En hij wil juist proberen met dit onderzoek, met wetenschappelijk onderzoek, met rationele argumenten, de gemoederen enigszins tot bedaren te brengen. Okay. Maar ik weet niet of het helemaal Nee. gelukt is. Ja. Ik zie nou ineens dat ik de middeleeuwen zomaar oversla. Oh. Dat is het boek over de Franken wat daar ligt. Dat jou dat nou moet overkomen. Ja, dat hoort tussen oudheid en vroegmoderne tijd horen de middeleeuwen. Ja. Ja, de Franken, maar dan in de Nederlanden. Ja, ik heb het eigenlijk genomen omdat er zo weinig bekend is over dit onderwerp, deze periode. Het zijn de vroege middeleeuwen. Er is ook niet zo vreselijk veel over bekend. En hij behandelt het in 16 heersersportretten. Net zoals dit 10 keizersportretten zijn dit 10 heersersportretten, over het algemeen koningen. Ja. Het is een beetje een opzomming, maar het is misschien toch wel aardig, omdat het een onderwerp is wat erg onbekend is in onze geschiedenis. Ja. Nou, hoe ver was je in de tijd? Ik was geweest. En dan heb ik nog een boek, dat hangt ertussen, 19e en 20e eeuw. Dat heet Koningen van Shanghai. Erg leuk, heel goed te lezen. Ik heb het meegegeven aan een vriendin op vakantie. Die zei dat het een heerlijk boek was voor vakantie. Het gaat over twee Joodse families. Families Kadori en Sassoon. En die komen oorspronkelijk uit Bagdad. En gaan hun fortuin zoeken in India. Verdienen aan de opiumhandel. Komen in China ook terecht. En bouwen daar een heel onroerend goed imperium op. Worden schat en schat en schatrijk. Vestigen zich in Shanghai en later ook in Hongkong. En ze hebben in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld. Omdat ze Joods waren, hebben ze heel veel Joden uit Europa daar in Shanghai een veilig onderkomen geboden. Okay. Het is heel leuk, omdat het ook weer over zeg maar 100 jaar gaat. En dat je in alle continenten terechtkomt. Ze gaan dan weer naar Engeland en dan zit je in India en in China. Dus dat is een leuk onderhoudend boek. Ja. Dan kom ik in de 20e eeuw terecht. Daar heb ik geen één boek van me. Ik hou zelf altijd liever met die wat oude periode bezig. En dan ook weer een paar biografieën. 3 zelfs biografieën. Eentje over Mussolini. Ook, dus we hebben heel veel over Hitler, maar over Mussolini is niet zoveel bekend. Degene die het gemaakt heeft, die zei, nou, het is echt wel de moeite waard om dat nou eens een keer te lezen. En dan is er een over iemand die voor onze generatie natuurlijk een hele bekende is. Willem Drees, Vadertje Drees. En dan moet ik ook nog even zeggen, Vadertje Drees en ook Karel de Vijfde, die zijn allebei uit de kanon verwijderd. En de kanon, dat zijn de 50 zeg maar geoormerkte onderwerpen die op de lagere school en de onderbouw van de middelbare school behandeld worden. Erasmus zit erbij, Hugo de Groot zit erbij, allerlei, waarvan wij denken, ja, die kennen wij allemaal. Maar Karel V hebben ze dus uitgegooid, want het moest diverser worden. Dus die is nou vervangen door Maria van Bourgondië, waar de meeste mensen nooit van gehoord hebben. Het was zijn grootmoeder. En Willem Drees is vervangen door Marga Klompé. Ach. Ja, arme mannen. Ze zijn. Ja. Zijn. Maar goed, dat even terzijde. De derde biografie, ik heb daar alleen de leeswijze van gelezen. Buitengewoon intrigerend. Dat gaat over Max Blokzijl. Daar hebben de meeste mensen nooit van gehoord. Maar het was een bekende journalist vroeger.
En die is al vroeg enorm enthousiast aanhanger van de NSB geworden. Ja. En ook adviseur van Mussert zelf. En nou, dat is heel interessant om te bekijken hoe dat gaat. Hoe zo'n leven dan zeg maar gewoon de verkeerde afslag neemt. En hoe dat dan afloopt. Heel slecht voor hem, want hij heeft de doodstraf gekregen. En die is ook uitgevoerd in zijn geval. Ja. Wat niet zo vreselijk vaak gebeurde. Dus dat is... geschreven door Kees Schaapman, hè? Die ja, net Kees Schaapman. Ja, ja. Ja, leek me een heel... ik heb zelf misschien ook nog wel even lezen. Ja. En dan, dat zijn dus drie biografieën ook weer. En dan nog een boek, oh ja, dat heet De Dames van Yalta. Ik verzin zo'n titel. Er is een conferentie, zo tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, is er een conferentie geweest in Yalta. Ja, Stalin, Roosevelt en Churchill. En wat niemand weet is dat de dames ook mee waren. Te weten de dochter van de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Harriman. De dochter van Roosevelt, die moest vooral oppassen dat die vader niet al te ongezond leefde, want die was ook 2 maanden later is hij doodgegaan. En de dochter van Churchill. Oh. En die was ook nog inlichtinganalist. Dus ze hadden schijnen ook inhoudelijk echt nog wel wat te melden. Maar het wordt een beetje vanuit hun perspectief geschreven. Het is een leuke manier om meer te weten over de conferentie van Yalta. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de boeken van, okay. van dit jaar. Ja, ja. Toch wel aardig gemengd, toch? Ja, het ziet er goed uit. Als leesgroepen nou ook... En meer willen weten over de actuele situatie. We hebben het over Oekraïne, daar hebben we ook over gedacht. Ja. We hebben overwogen om een apart, uit de bestaande leeswijzers, van ook jaren terug, een apart groepje te maken, Oekraïne en Rusland. Ja. Ik denk dat we genoeg op de lijst hebben. We kunnen voor volgend jaar nog een paar nieuwe boeken over Poetin. Ja, het regent nu natuurlijk boeken over Oekraïne en Rusland. Dat voor volgend jaar op de leeslijst, maar misschien dat we voor die tijd al kunnen komen met een clustertje uit de bestaande leeswijzers. Dat moet op een of andere manier onder de aandacht worden gebracht over Oekraïne en Rusland. Precies. Mensen die nu zitten te kijken, wij kunnen zo meteen dat lijstje laten zien. Ja, zoiets. Ja. Ja, dat wilden we eigenlijk maken. Nou, we zullen Want de woensdag... er zijn natuurlijk al boeken over verschenen, hè, die ook misschien bijgewerkt zijn. Laura Staring. Er is ook een boek van Mark Jans over Oekraïne. Ja. Dat heeft hij nu bijgewerkt. Dus er is nu weer nieuwe versies van verschenen. Ja. Nou, er zijn natuurlijk boeken over Poetin geschreven, over Rusland geschreven. Dus ik denk dat we wel een aardig pakketje kunnen samenstellen. We gaan de woensdag over vergaderen. Okay. Maar je raadt aan om de blik toch ook breder te houden, neem ik aan. En, dit zijn die hier hebben we allemaal. Maar goed, mensen, ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, god, ik weet er eigenlijk niks van. Hè? Dus ik wil toch wel even iets wat meer weten over Poetin, over Rusland, over Oekraïne. Nou ja, ik denk dat we dat binnenkort wel met een lijstje zullen komen. En die kun je dus gewoon bestellen uit de oude leeswijzers. Ja, en ik begreep dat jullie eigenlijk nog wel aanvulling kunnen gebruiken in de werkgroep. Daarom wilde ik vragen, is het nou eigenlijk wel leuk? Want je moet zoveel lezen. Ja, nee, het is enig. Kijk, het is ik zit er nu 11 jaar bij. Ja. En er zitten er meer heel lang bij. Maar afgelopen jaar zijn er 2 weggegaan. Die zaten er ook inderdaad al 10 jaar bij. Er is er 1 die is ziek geworden en nog niet helemaal 100%. 2 nieuwe hebben we erbij gekregen. Ja. En eigenlijk, ik zoek... Misschien nog een, maar dan wel een beroepshistoricus. Dus iemand die echt in het vak of aan het middelbaar onderwijs of de universiteit of als onderzoeker werkzaam is geweest. Dat moet echt wel iemand zijn die verstand heeft van geschiedenis, die een behoorlijk kan schrijven. Je moet zo'n leeswijze, samenvatting, discussievragen, je moet ook een beetje weten wat mensen, waar ze over kunnen praten. Ja. Dus echt wel een deskundige zoeken wij. Nou, het zou dus mooi zijn, want er zijn echt heel veel geschiedenisleesclubs intussen die hier heel veel plezier aan beleven. Dus het moet vooral ook doorgaan. Nee, het is leuk om in de werkgroep te zitten en ik zit er nog steeds met heel veel plezier in. Je krijgt stapels boeken. Ja, je leest er soms ook voor niks, maar het is gewoon heerlijk om al die boeken in handen te hebben. Ja, het is geen straf. Nee, het is zeker geen straf. Nee. Zeker niet. Oké, dankjewel voor deze presentatie. Ik heb er zelf al zin in om eraan te beginnen. Ja. Ik denk de lezers ook. Ik hoop het. Dankjewel.